Surinaamse studenten die momenteel in het buitenland zitten, worden mogelijk ook teruggehaald door de regering. Dit zegt Daniela Feira, directeur Nationale Veiligheid. Volgens haar worden verschillende mogelijkheden bekeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Ik heb begrepen dat ook in een van de landen een aantal mensen zijn, die studenten, die zo graag terug willen komen naar Suriname. Maar een paar zijn een beetje te ver, want we vliegen bij wijze van spreken vliegen we niet naar China, toch op dit moment. Ze moeten zich opgeven bij de consulaten, mensen, de ingezetenen daarbij te staan. Ik begrijp de paniek, mensen willen liever terugkomen, toch, maar er is wel contact met ze. Ze moeten terug gaan naar de consulaten en ze krijgen de ondersteuning van daaruit. Feira merkt verder op dat de mensen die in overheidsquarantaine zijn wel telefonisch contact mogen hebben met hun familie. Ze mogen voor de tijd dat ze zijn afgezonderd ook goederen ontvangen. De spullen moeten wel op een speciale plaats afgeleverd worden. Absoluut, absoluut. Alleen geen bezoek, maar ze mogen natuurlijk met hun mensen in contact zijn. Ja? Ze mogen eten krijgen, dat eten mag worden gebracht, kleren, want ze zijn ook net teruggekomen. Maar die informatie krijgen ze intern. We willen niet alles zo broadcasten, want we willen, ik wil het aangeven, de mensen hun privacy toch wel waarborgen. Komt goed. Tot zover Daniela Feira van het Directoraat Nationale Veiligheid vandaag na de persconferentie. Ze zegt dat de regering overweegt om studenten die in het buitenland studeren terug te halen.